Dacht ik mensen, ik ga vandaag weer een stukje voorlezen. Vandaag lees ik uh, de Zaal spreken voor Matthäus 5. Toen Jezus de menigte zag, ging hij op de berg. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij, en hij opende zijn mond en onderwees hem en zei: Zalig zijn de armen van geest, want voor hun is het koninkrijk de hemelen. Zalig zijn de armen van geest. wat betekent die zin, want voor hun is het koninkrijk de hemelen. De arme van de geest kan, kan ook zijn, degene die niet veel hebben, degenen die, die niet veel geld hebben, die, die maar arm zijn. Ja, maar, de, maar wat zei Jezus over de rijken? Wee, u die rijk bent, maar het is voor een kameel nog gemakkelijker om door het oog van een naald te gaan dan voor de rijken om, 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 om bij de koninkrijk van God te kunnen. Het is niet zo dat God niks van de rijken moet hebben, maar de rijken moeten vaak, moeten vaak niks van God hebben omdat ze alles al hebben. Het is, dat, het, is, het, is zo, het is niet zo dat God niet van rijke mensen houdt. Want de rijke mensen houden vaak niet van God. Ze willen vaak niets te maken hebben met God. Omdat ze alles al hebben. Omdat ze alles hebben wat hun hart verlangen. Dus, dus, dus dan, ja, dan, dan, dan zijn ze niet. Dan, zijn ze niet dan, 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 dan wil ze God niet eren vaak. Want dan hebben ze, dan hebben ze genoeg aan hun eigen belangen. Saal zijn die armen van geest. Die roemen naar God. Ook al hebben ze niet veel, maar ze roemen naar God. Amen. Hun zoeken God op, die armen. Salaf zal, zal zijn de arme geest. Kan ook zijn natuurlijk. Men, mensen die, mensen die, 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 die zwak zijn in iets. Zwa, mensen die, mensen die een zwakte hebben. Arme, arme, arme geest. Dus. Mensen hebben perken of zo. Ja, want de zwakken heeft God uitverkoren, om de me God uitverkoren. Zo staat het in de Bijbel. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren. Om de wijze te beschamen. En, en het zwakken van de wereld heeft God uitverkoren. Om de sterke te beschamen. Ja, zalig zijn die zwakken van geest. Want voor hun is het koninkrijk de hemelen. Amen. Want het zwakken van de wereld heeft God uitverkoren. Om de sterke te beschamen. De dwaas heeft God uit te Om de wijze te beschamen. Vele mensen denken ook, over, denken ook naar mij. Ach, die Johannes is dwaas. Dat hij gelooft in de God. En opeens heel wettig gaat doen. He? Maar dan heeft God mij uit te als ik, als ik Als ik dwaas ben voor die mensen. Als ik dwaas gevonden, gevonden word door de mensen. Ben ik door God uit te om de Om de, de sterken en de wijze te beschamen. Amen. Alle wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God. Amen. Alle wijsheid, wetenschap, nu moet wat op. Het is dwaasheid bij God. O, zalen zijn die armen van geest, Want hun is het koninkrijk de hemelen. Amen. Ja, de, de minsten van deze wereld zullen de meesten zijn in Gods koninkrijk. Degene die wij dus minder beschouwen, krijgen meer eer in de hemelen. Amen. O. Wat voelt het toch goed om door die Bijbel heen te bladeren mensen. Het, het is zo mooi. Het woord van God. Salahs zijn zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. Salahs zijn zij die, die, die treuren, want ze zullen vertroost worden. Wilt, wilt het dan zeggen dat je altijd maar met een gebogen hoofd moet lopen en altijd maar moet huilen? Nee, dat hoeft, er, nee, dat hoeft niet zo per se te wezen. Wij mogen, wij mogen ons roemen in de Heer Jezus. En, en we hoeven niet te huilen. Want Jezus is opgestaan. Is, is opgestaan zit aan de rechterhand van de van God. Hij is opgerezen naar de hemel. En leeft tot in de eeuwigheid. Dus daarover hoeven we niet te huilen. En waarom moeten we dan, waarom zijn, zijn die treuren dan zalig? Zalig zijn, zijn die treuren. Want ze zullen vertroost worden. Ja, ik treur. Om als, als, ik het nieuw, als ik het tv aanzet en nieuws kijk. En zie hoeveel, moord, hoeveel moorden er gepleegd wordt, dag in dag uit. Om te zien hoe, hoe, hoe ver de wereld afgedwaald is, van God. Daar treur ik van. Als ik, als ik de tv aan doe, zie, zie je niks anders dan alleen maar ellende. Je ziet hoe ver, we af, je ziet hoe, hoe ver de wereld afgedwaald is, van God. Daar treuren we van. Je ziet ook dat de gemeenten zo ver uit elkaar liggen. Dat de gemeenten uh, niet, niet, geen band met elkaar kunnen hebben. De katholieken kunnen geen band met de reeuwers hebben. Er is zoveel verdeeldheid in deze wereld. Onder de mensen, maar ook onder de gemeentes is er verdeeldheid. Jezus zei, uh, er, er is geen onderscheid tussen Griek en Jood. Maar toch is er verdeeldheid tussen die gemeentes gekomen. Ze kunnen niet samenwerken. En ze, en, en ze achter de andere gemeenten, ja, ook daar worden ze treurig van. Daar word ik treurig van. Als je, als je vooral kijkt naar tv, je kijkt nieuws, je ziet, je ziet de ene ellende naar de andere ellende. Je ziet hoe ver we gedwa, hoe ver afgedwaald zijn van God. Je ziet, de, je ziet dat de mensen alleen liefhebbers van, van hunzelf worden. Meer liefhebbers van hun eigen dan van de naaste en dan van God. Ja, daar treuren we van. Daar worden we verdrietig van. Daar worden we verdrietig Maar. Zal zijn zij die, die treuren om de wereld. Dat de wereld zo afgedwald is. Want zij zullen vertrouwd worden. Zal zijn die mensen die treuren. Zal zijn de zachtmoedigen. Want zij zullen de aarde beërven. Ja, zal zijn de zachtmoedigen. Zal zijn de lieve mensen die zachtmoedig zijn. Die hun naaste lief hebben. Zal zijn die mensen. Want ze zullen de aarde beërven. Zal zijn de hommigen en de dorstigen. Naar na de gerechtigheid. Want... Want zij zullen verzadigd worden. Ja zalig ben je als je hongerig en dorstig naar het woord van gerechtigheid. De Bijbel. Het woord. Oh, dan, ben je, dan word je verzadigd. Jezus zei ook. Ik ben het brood des levens. En het brood dat ik geven zal is mijn vlees. En hij is het vlees geworden woord. Jezus is het vlees geworden woord. Dat is het brood. En Jezus zegt. Wie mijn vlees niet eet. Heeft geen leven in zichzelf. Ja, de Joden zeiden: Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven? Hun begrepen het niet. Hun begrepen niet dat het vlees van de Heer Jezus het woord is. Want Hij is het vlees geworden, woord. Als ze dit niet tot zijn nemen, dit, het Bijbel, het woord dat vlees geworden zijn vlees, niet tot ons nemen. Hoe kunnen wij dan verzadigd worden? O zalig zijn die hongerig en dorstig naar het woord van gerechtigheid. Want ze zullen verzadigd worden, lieve mensen. Zie in dat mensen niet alleen kan leven van brood. En we leven van elk woord dat uit dat, dat de mond van God komt. Want dat is het ware voedsel. En het, het ware brood is van God neergedaald. Uit, is, is uit de hemel neergedaald hier op aarde. Amen. Dat is het woord dat vlees geworden is. Dat is het ware voedsel. Jezus zegt, mijn vlees is het ware voedsel. En nee, mijn bloed is het ware drank. Ja, zalig als je, als je hongerig en dorstig naar het woord van gerechtigheid, Naar het woord dat vlees geweest is. Want dat is het ware voedsel. Want we kunnen niet alleen leven van brood. We leven ook van elk woord dat uit de mond van God komt. Amen. Je, Jezus zei ook. U, uw voorvaders hebben, 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 hebben een mannen gegeten. Uit, 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 uit de hemel viel. En ze zijn gestorven. Maar ik geef u het ware brood. Ik ben het brood des levens. Zegt Jezus. En het brood dat ik geven zal is mijn vlees daarin geven ze over het leven van de wereld, maar het woord is leven. Het is een God van de levenden, en zijn, zijn brood is het leven. Hij is het levende brood, en zijn brood is zijn vlees, en hij is het vlees geworden woord. Oh, zalig zijn die mensen die hongerig en dorstig naar het woord van gerechtigheid, naar het woord, naar het woord dat vlees geworden is. Amen. Zalig zijn zij die uh, uh, eh, bram, bramhartig. Want aan hem zal bramhartig bewezen worden. Ja, Saas zei: Bramhartigen. Want aan hem zal bramhartig bewezen worden. Bramhartig, wat betekent bramhartig? Dat is een moeilijk woord. Dat betekent hulpzaam. Je wil andere mensen helpen. Dat betekent bramhartigheid. Als je, als je, als je, als je een arme geholpen hebt, je hebt een arme uh, eten gegeven, dan heb, je, dan heb je een bramhartigheid bewezen. Dan heb je een bramhartigheid bewezen. En als je iemand te eten gegeven hebt, dan heb je de Heer Jezus eten gegeven. En als je iemand in de gevangenis opgezocht hebt, heb je de Heer Jezus in de gevangenis opgezocht. Als je iemand geholpen hebt die ziek was, dan heb je de Heer Jezus geholpen die ziek was. Amen. Zal ze, zal als er zijn die bramachtige, want aan Hem zal bramachtigheid bewezen worden. Jezus zal aan jouw bramachtigheid bewijzen als je, als je goed bent voor andere mensen, als je andere mensen helpt, als je, als je de armen helpt, je geeft de armen wat brood. En je de Heer Jezus te eten gegeven staat in de Bijbel. Amen. Saal zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Ja, Saal zijn de reinigen van hart, want zij zullen God zien. Saal zijn degene die altijd vechten tegen de zonden. En die dag in dag uit, niet, dag in dag uit proberen niet te zondigen. Die, 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 die daar tegen vechten om niet te zondigen. Om zo rein mogelijk voor de Heer Jezus te verschijnen. Oh, wat zijn die toch zalig, die mensen die dat doen. Die elke dag worstelen tegen de zonden. Die weerstand bieden aan de zonden. Weet je nog de Heer Jezus in de woestijn? Hij bood weerstand aan de duivel. En de duivel vluchtte van hem weg. Jezus zegt, bied weerstand en de duivel zal van u wegvluchten. Zalig zijn die reinen van hart. Die, die rein voor de Heer Jezus proberen te verschijnen. Die hun zonden proberen op te lossen. Amen. Want de besnijding is te hardes, hè. Weet je, nog, weet je nog wat Jezus ook zei tegen de, de Faiseeërs? Hm? Even kijken, we gaan naar Matthäus 15. Ik moet wel snel zijn. <totstut> Dit volk nadert mij met hun, met hun mond. En eer mij met de lippen. Maar hun hart houden ze ver van mij gedaan. Ja, want ze willen niet veranderen. Ze zeggen we: Oh, die Jezus, zo geweldig. Maar willen ze stoppen met wakersvlees eten? Nee, dan houden ze hart ver van Jezus vandaan. Dan kiezen ze lief voor hun eigen. Willen ze stoppen met, met bepaalde zondes? Nee dan, nee, dan kiezen ze voor hun eigen. Dan, wil, dan houden ze hart ver van Jezus vandaan. Dan willen ze niet van Jezus veranderen. Ze kunnen nog zoveel over de Heer Jezus praten. Maar als ze zich niet willen veranderen, dan houden ze een hart ver van Hem vandaan. De besnijdenis is te hard. We moeten besneden worden aan, aan, ons, aan ons hart. We moeten, in ons hart moet alleen liefde zijn naar God. En alleen liefde naar uw naasten zijn. En er moet geen boosheid zijn. En geen bedrog zijn in ons hart. We moeten niet als een clown zijn. Die als of's doen. Als of doen. We moeten, we moeten, we moeten reinen van hart zijn. Niet als of. Niet mensen die als of. Die zogenaamd gelogen zijn. Maar thuis lekker hun eigen gang gaan. Die naar de kerk gaan. En als thuis zijn. Slaan ze de boel kot klein. Dan gaan ze vloeken tegen iedereen aan ja, die houden hun hart ver bij God vandaan. Omdat ze niet willen veranderen. Ze eren, ze eren hem met de lippen. Maar hun hart houden ze ver vandaan. Want een hart willen ze niet voor hem veranderen. O zalig zijn die reinen van hart. Die dag in dag uit worstelen tegen de zonden Om zo rein mogelijk voor de Heer Jezus te verschijnen. Amen. Even kijken. Zalig zijn zij. Die uh, ze, uh, zalig zijn de. Vredestichters. maar zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Ik zeg het ook vaak in de lijf. Hè? Zalig zijn de vredestichters. Want zij, zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Ja zalig. Als jij een vredestichter bent. Als jij vrede houdt. Amen. Geloof, hoop en liefde. Maar de meeste van de drie is de liefde mensen. Liefde is belangrijker. Want wie zijn naaste lief heeft. Heet de wet vervuld lieve mensen. Heb God boven alles lief. En heb je naast lief. Dan heb je de wet vervuld, lieve mensen. Oh, Zalus zijn die, vrede, zijn die zalig vredestichters. Die vrede willen. Die geen ruzie willen. En geen kwaad willen. Die altijd uit zijn op vrede. Altijd uit zijn op vrede. Oh, Zalus zijn die mensen. Die vredestichters. Want ze zijn uit op vrede. Ze zijn niet uit op kwaad. Ze zijn niet uit op moordlust. Ze zijn niet uit op scheld of vloeken. Nee, ze zijn uit op vrede. En ze willen vrede. Ja, wie het naaste lief heeft, heeft de wet vervuld. Amen. Saal zijn de vervolgd worden om de gerechtigheid. Want voor hen is het koninkrijk de hemelen. Saal zijn zij die vervolgd worden om het woord van gerechtigheid. Want ze zullen verzadigd worden. Ja, wij komen, wij komen tot God. Wij komen door het woord van gerechtigheid. In je familie staat je na. Je beste vrienden kunnen je naast staan. Kun je, kun je, kun je, Kun je jou naast. Kunnen kun kun opeens je vijanden worden? Omdat je voor de Heer Jezus gekozen hebt. Kunnen je jou vervolgen? Ja, geloof maakt scheiding, lieve mensen. Ja, we kiezen voor de Heer Jezus. En vele mensen denken van. Dat zijn die, vele mensen denken over ons. Oh, die zijn dwaas. Ja, de dwaas heeft God uit te korenen. Om, om de sterker te zijn van de, van de wereld. God heeft de dwaas uitgeko, uitgekozen om de wijzen te beschamen, staat in de Bijbel. Salah zijn zij die vervolgd worden om het woord van gerechtigheid. Ja, het geloof maakt scheiding. Vele, vele mensen het ook niks meer van mij hebben. Ik heb, ik heb vaak ruzie Ik heb vaak soms ruzie niet meer van Willy. Ja, het maakt scheiding. Maar je kiest voor de Heer Jezus. Hè? kies voor de Heer Jezus. Salah bent, uh, bent u als men u smaakt en vervolgt en doet liegen. Allerlei kwaad tegen u spreekt om deel van mij. Salah bent u. Als, mens, als mensen smaad en liegen, allerlei kwaad over u spreekt, dan ben je zalig. Je bent zalig als je de Heer Jezus volgt. Amen. Mensen, ik wens, ik wens jullie een fijne dag en God zegen jullie. Amen. Tot de volgende keer. Doei.